is weer bijna 4 mei. En 4 mei houdt in de dodenherdenking. 5 mei vieren we de vrijheid. Sinds een aantal jaren is er op 4 mei theater na de Dam. Dat is iets landelijks, maar dat is ook al een paar jaar in Kuik. En bij mij heb ik iemand die theater na de Dam in Kuik maakt. Stel je even voor, alsjeblieft. Ik ben Berry Rijn. Ik woon in Kuik al een aantal jaren. Een jaar of 28 alweer, in tussentijd. En sinds 2019 maak ik in Kuik op 4 mei 's avonds om 9 uur een programma. En dat heet Theater naar de Dam. En dat is een onderdeel van het landelijk programma Theater naar de Dam. Ja. En dat doen we in Kuik. Kan je in kort vertellen, wat is Theater naar de Dam voor mensen die echt niet weten waar we het over hebben? Het Theater naar de Dam is eigenlijk een groep mensen die theater maken. En het is in 2010 ongeveer begonnen. En dat is begonnen omdat bij de dodenherdenking is het allemaal zo. Het is allemaal heel plechtig en mooi. En mensen kijken ernaar. En dat moet ook gebeuren. Er moet echt, die ceremonies moeten gebeuren. Maar de creativiteit van de kunsten, laat ik zeggen schilderen, theater, muziek, zit daar niet bij. En theater is natuurlijk een goed middel om na te denken over hoe denken wij over vrijheid en over vrede. En dat kun je met elkaar uitspelen. En daarvan dingen, dat kun je laten zien. En daarom zijn twee mensen in Amsterdam daarmee begonnen. En landelijk, nu is het landelijk uitgespreid. En ik heb de indruk dat ongeveer 120 theaters en theatergroepen daar aan meedoen in Nederland. Ja. En elke keer. Altijd om 4 mei om 9 uur 's avonds begint het. Ja, want de dodenherdenking is eigenlijk altijd van 8 tot half 9, zeg maar. Ja. En mensen kijken naar televisie of gaan naar de dodenherdenking hier bijvoorbeeld bij het station of anderen gaan naar de Dam. En om te zorgen dat mensen nog op tijd in de Schouwburg kunnen zijn of in het theater kunnen zijn of in die zaal kunnen zijn, is het dus een half uur later starten we. Ja. Jij bent theatermaker. Ja? Jij hebt op een gegeven moment bedacht van, nou, ik wil ook theater in de Dam in Kuik doen. Hoe gaat dat in het kort? In het kort, andere mensen hebben dat bedacht. En ik kwam op een gegeven moment tijdens de bierproeverij, een van de eerste keren, toen in het oude terrein van Jan Linders, kwam ik Henk Roelofs tegen. En Henk en ik hebben erover gepraat. En toen zei Henk, daar hebben we jou nodig. Kijk. Want die hadden al een groep. En ik ben erbij gegaan. En toen zijn we in 19 zijn we begonnen met de eerste voorstelling. En die was toen met over Koos Grens, een verzetstrijder uit Kuik. En daar deed toen zijn achterkleinzoon nog in mee. Ja, voor mensen die dat terug willen zien, daar hebben wij ook een reportage van gemaakt als Wijk TV zijnde. Dus die kun je nog terugzien. Oh, die is nog terug? Oh, ja, leuk, zeker. Dat is leuk. Goed, toen is dat. Daarna kwam corona, dus kon het niet doorgaan werkelijk live. In de Schouwburg? Eentje was klaar en die is dus niet gespeeld. Het jaar daarop, in 2021, was er weer een lockdown. En toen heb ik met de groep Tax Free een voorstelling gemaakt over de Frankfurter processen. Ja. En die is toen gestreamd, die heeft iedereen in het land van Kuik kunnen zien. Vorig jaar heb ik een voorstelling gemaakt met nogal wat jonge mensen erin. Een leuke voorstelling. En dit jaar zijn we weer een andere voorstelling aan het maken. Ja. En wat gaat het dit jaar worden? En dit jaar, we houden altijd vast aan het thema van het Nationaal Comité. En dat is dit jaar leven met oorlog. Ja. En als je dat thema zo hoort, dan denk je van, oh, dat zal wel over de Oekraïne gaan. Want we hebben weer oorlog. Maar het gaat vooral over het feit dat mensen die de oorlog meemaken, alles wat ze meemaken, zien en voelen, in hun DNA opslaan. En dat wordt doorgegeven aan je nabestaanden. En het blijkt tot 5 generaties lang in de familie te blijven zitten. Zo ken ik bijvoorbeeld het verhaal van iemand die helemaal niet wist waarom ze niet naar Duitse televisie mochten kijken van hun vader. Ja. En toen bleek dat vader in de arbeidseinsatz heeft gezeten in de Tweede Wereldoorlog. En die had zo'n hekel gekregen aan de Duitsers dat er niet Duits werd gesproken en dat ook niet naar Duitse tv mocht worden gekeken. Nee. Maar er is nooit over gepraat. Nee. En daarom vind ik zo belangrijk dat we er wel over gaan praten. Dus maken we voorstellingen waar we over moeten praten. Doen er ook Kuikse mensen mee? Ja, ja, ja. Ja. Ik heb dit jaar een hele leuke groep mensen bij elkaar. Bekend is in ieder geval dat mensen van de groep Tax Free meedoen. Ja. Maar ik heb ook Willem Bijker van de Gezellen van Sint Maarten, die doet mee.
Janneke Kussers is gastvrouw en zingt een paar liederen. En dan heb ik Marian Bos, die speelt dwarsfluit. Paul Dekker speelt gitaar. Paul Greveld zit achter de piano en met de fagot. En dan heb ik verder nog Eefke Heeres als zangeres. De 4 mei-viering op de Dam gaat vaak over het einde van de Tweede Wereldoorlog, de herdenking ervan. Ja, maar het gaat ook over herdenking van slachtoffers in andere oorlogen, slachtoffers van geweld, hoe dan ook. Hoe trek je dat dit jaar door in jouw voorstelling? In de eerste plaats gebruik ik de Tweede Wereldoorlog. Ik gebruik nu... vanuit Westerbork heb ik die gekregen en toestemming gekregen om die te gebruiken. Kaartjes die Joodse mensen uit de trein hebben gegooid toen ze op weg waren naar Auschwitz. Dus uit de trein. Dat heet ook briefjes uit de trein. Zo heet die collectie. Yeah. Die worden voorgelezen in de voorstelling. En verder heb ik contact gekregen met Syrische vrouwen. Dat komt door mijn partner Angeline. Angeline werkt met een aantal Syrische vrouwen. En dat blijken van oorsprong Palestijnse families te zijn. Die zijn allemaal gevlucht voor oorlogsgeweld. Eerst in Palestina, toen de Joodse staat werd gericht. Later uit Syrië. Die mensen zijn altijd op de vlucht geweest en wonen nu hier. En daar zijn dus heel veel familieleden overleden en in die oorlogen. Ja. Syrische en Nederlandse soldaten hebben ook in Syrië gevochten. En ik heb een drietal Oekraïense vrouwen bereid gevonden om hun verhaal te vertellen over wat er op dit moment in de Oekraïne aan de hand is. En zo koppel ik de hedendaagse tijd en de oude oorlogstijd bij elkaar. Ja. Zodat we met elkaar kunnen kijken van, nou, wat leren wij daarvan? Ja. Het klinkt wel als een heftig verhaal dan. Is het ook? Ja. Ja. En jij hebt het verhaal of de avond geregisseerd? Ik heb het geregisseerd, maar ik heb heel veel samengewerkt met Angeline Peters, mijn partner. Want dat is eigenlijk mijn onderzoekster. Als ik zeg dat is een idee, gaat zij op zoek naar... Waar zit de theorie, waar zit het verhaal achter? En dat bewerk ik dan wel weer. Dus het is een hele mooie combinatie zo. Ja. Ja. 4 mei om 9 uur 's avonds, dat is duidelijk. Ja. Waar is het precies en moeten mensen kaartjes kopen hiervoor? Het is precies in de grote zaal, deze keer in de grote zaal van de Schouwburg. En je hoeft geen kaartjes te kopen, je moet wel kaartjes reserveren. En dat is vooral om te weten hoeveel mensen zijn er. Want dan kunnen ze de zaal erop op inrichten. Ja. Dus het is geen vrije inloop. Maar je moet wel even reserveren. Ga gewoon via de website. Het kost niks. En het is zo gebeurd. Op hoeveel mensen hoop je? Ik hoop dat er net zoveel zijn als de allereerste keer. En er waren er 250. Maar ik hoop op veel meer. Nou, de Schouwburg kan ruim 600 mensen kwijt. Dus iedereen kan zich nu aanmelden. Kan kaartjes reserveren bij de Schouwburg. Als er iemand in de lucht moet springen, dan doe ik dat bij 600. Kijk, dan hopen we daarop. Ja, prima. Dankjewel voor je tijd. Heel graag gedaan.